Goedemiddag Camiel. Goedemiddag. Hoi. Jullie zijn een hele grote groep skaters uit Middelburg. Komen jullie? Klopt, zeker. Uit welke wijk komen jullie? Wij komen eigenlijk vooral, je hebt iedereen hier wel echt uit Middelburg komt. Oké. Okay. Het is wel echt één grote vriendengroep en iedereen kent elkaar ook. We hebben ook meerdere WhatsApp groepen. We praten ook veel met elkaar. Ja. Vooral in deze tijd, wat Abdij nu gaat sluiten. Ja, jullie hebben allemaal, jullie zitten allemaal op school en de meeste gewoon hebben tijd thuis gezeten. Ja, zeker. Zoveel je de kleren natuurlijk. Jongens mensen hebben op werk, die gewoon niet meer mogen werken en alles. Ja, hoe oud ben jij? Ik ben 18. Oké, okay, en de meeste? Van deze, 6, 15 tot 18 of zo? Verschilt heel erg. Ja. Deze tussen 14, daar zitten een paar jongens van 14, 15. En dan hier zitten even de oudere guys. Ja. Zitten ook wel ook mensen volgens. Ik denk de oudste 25, 26. Ja. En jullie hebben een probleem, want jullie zaten meestal bij de halfpipe daar bij de Vincent Kort. Zeker, zeker. En daar staat nu een hek omheen, want dat was te veel samenscholing. Ja. En nu zijn jullie op de Abdij en daar mogen jullie vanaf morgen niet meer terecht. Of hoe zit dat nou? Klopt. Vanaf maandag wordt het was al verboden. Maar met een beveiliger hadden wij een dealtje van, hey, als wij skaten, blijven netjes, mogen wij dat doen. Hij vond het goed. Maar nu hebben de ambtenaren waren er niet blij mee en die hebben gezegd, door nu officieel verboden. En, we mogen niet meer skaten. Maar is nou het probleem is dat dan dat jullie gewoon met z'n allen bij elkaar zijn? Of wat is het verhaal dan precies? Nou ja, we hebben gehoord dat eigenlijk vooral de schade. Dat wij schade maken. Wat wel klopt, maar wij doen het niet expres. Over wat voor schade hebben we het dan? Want ja, schade, dat wil natuurlijk niemand. Ja, gewoon een beetje bij dat blokje daar omhoog. De medipad, daar zitten een paar kraakjes in de stenen. Ja. En dan gaat een klein deukje van een steentje weg, ja. Dat soort dingen gebeuren, ja. Precies, dat gebeurt en daar kunnen wij ook niet veel aan doen. Hey, maar als dit Abdijplein nu voor jullie verboden terrein wordt, wat gaan jullie dan doen? Gewoon door heel de stad? Of, Wij gaan door heel de stad, reviews nog parks in Laurens, maar we hebben niet meer echt een grote plek waar we met z'n allen gewoon nog even leuk kunnen chillen en onze ding kunnen doen. We hebben net bij de rechtbanken zo, daar werd ook nog wel geskreed vroeger, toch? Maar dat is niet meer zo vaak. Daar ben ik nog niet geweest. Je hebt veel van die trappetjes en zo, hè, en van die relingen waar je over kan glijden. Precies, en je hebt een Schouwburg en alles, maar het zijn allemaal. We hebben niet echt één plek waar we met z'n allen zitten. En dit is al een skatepot ongeveer 30, 40 jaar lang. Ja. Waar heel veel mensen komen, ook oudere mensen die voorbij lopen zeggen. Ja, toen ik in jaren 18 was, hing ik hier ook regelmatig rond. Precies. Ik was er niet om te skaten, maar. Maar wat is je verhaal of wat is je vraag? Want, jullie zouden willen dat jullie wel gewoon een plek. Dat we wel gewoon die hebben, of dat skatepot weer open gaat met voorwaarden. Dus we willen heel graag onderhandelen met de gemeente. We willen graag praten, maar wij horen niks. Nee. En uit de niets bijvoorbeeld ook wel skatebaan dicht. Ja. Nu mogen we dit niet meer, ja. Het gevoel is een beetje buitengelaten. Ja, ik snap het. We hebben niet echt een woord of iets. En dat missen we wel. Nou, zomer is nog lang, hè? Zomer is nog zeker lang. Hè? Corona, jammer genoeg ook. Ja. Het gaat nog lang duren. Ja, nou ja. Heel veel succes ermee in ieder geval. Dankjewel. Dankjewel. Mick, nou zie ik jou per ongeluk ook staan. Jij bent toch al van de bemiddeling tussen jeugd, cultuur en de overheid? Ja, ze zeggen het. Nou, dat is heel mooi. Jij weet er al lang van, hè? Maar die jongens daar, die hadden gezegd van, goh, kom eens even kijken, want die kunnen nergens meer terecht met de skateboards. Ja, nou ja, zoals we al weten, 3 jaar geleden zeiden we het ook al van dat Maker dichtging. Ja. Nou ja, daar kunnen ze natuurlijk sowieso niet naartoe, zeker niet met de corona. Maar het skatepark is ook helemaal afgesloten. Ja. Dat zag ik overal zo. Het is natuurlijk wel heel jammer, omdat er zouden ook wel gepaste regels voor kunnen komen, zodat die gasten gewoon lekker kunnen skaten. Ja, zoals je ziet komen ze hier gewoon met z'n 20 bijeen, net als vroeger, want toen er ook geen skatepark was. Ja, je ziet wat er gebeurt. Ze komen gewoon weer naar de plek waar het vroeger ook was. Ja. En ze doen het nog steeds. Ja, dus ja, maar ik denk dat er gewoon gepaste maatregelen moeten komen voor het skatepark binnen nu een korte tijd. Zodat die gasten toch... En dan met iemand die het een beetje beheert en in de gaten houdt dat alles goed gaat. Ja, misschien wel.